Toen ik nog een heel klein koekie was, toen ging ik in de leer bij een cuisinier. Zo heette de baas vroeger, hè? Cuisinier. En die cuisinier die zei tegen mij, Tijnpie, nou gaan wij de eerste dag eens fijn beginnen met rijst schillen. Ik wist van toeten nog blazen, dus ik zeg, oké, baas, zeg maar hoeveel rijst ik moet schillen. Nou, een half pondje maar hoor, Tijnpie, zegt hij, een half pondje maar. Nou, ik al lang blij, want ik was thuis gewend om minstens 2 kilo's aardappelen per dag te schillen. Dus ik denk, dat wordt een makkie. Die cuisinier die geeft mij een zakje met rijst en een heel erg klein messie. Met een lemmetje van misschien maar 2 millimeter. En hij zegt, Tijnpie, nou moet je heel erg voorzichtig die rijstkorreltjes schillen, want anders gaat er veel te veel van die kostbare rijst verloren. En dat zou toch zonde zijn? Roep me maar als je klaar bent. Nou, ik ging aan de slag, maar het was moeilijker dan ik dacht. Hoe dun ik die rijstkorreltjes ook probeerde te schillen, er bleef haast niks van over. Dus na 3 uur had ik maar zo'n klein beetje rijst in mijn pannetje zitten. En met bebloede vingers roep ik de chef. Ik zeg, baas, baas, ik ben klaar. Op dat moment komt de cuisinier en de chefkok en alle koksmaatjes lachend de keuken in en ze zeggen, ho, 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 sta je 3 uur rijst te schillen, maar rijst hoef je helemaal niet te schillen. Aardappels moet je schillen, het zijn toch geen aardappels? Oen. En nou serieus aan het werk. Je gaat dan als de wiede weerga naar de kruidenier en dan haal je 5 ons ooievaars kuitvet. En dan ga je naar de smid voor een vierkante cirkelzaag. Ja, ja, zo ging dat in die tijd. Wij voeren op een oude klipper over gindse oceaan. Naast ons schip zwom vrolijk flippen, want een dolfijn kan niet vergaan.